leerlingen van het Atheneum Schoten. We zitten in het zesde jaar TSO. En we moeten voor ons mondeling examen Nederlands een documentaire maken. Ik zelf kijk heel graag politieseries. Dus wij vonden het interessant om een documentaire te maken over politie. Dit is het politiekantoor hierachter. We gaan vandaag een kijkje nemen over de geschiedenis van het oude politiekantoor van vroeger. En over het dagelijks leven van een politieagent. Daarvoor gaan we een inspecteur interviewen die ons daar wat meer over gaat vertellen. Uit het politiebureau. Om een beetje bij te leren over de geschiedenis van de politie. En eens we daar zijn, gaat Liam ons daar een beetje meer over vertellen. Wandelen zijn we eindelijk aangekomen aan het oude politiebureau. Dit politiebureau werd gemaakt in 1800 en dat werd continu verkocht en teruggekocht door allemaal verschillende mensen die hun eigen touch eraan gaven. Tot in de oorlog, waar toen het werd gebruikt als medisch ziekenhuis voor noodgevallen. Totdat het na de oorlog in 1947 verkocht werd aan de gemeente die er het politiebureau van maakte. Het politiebureau werd ook gebruikt voor de postbode en de gemeenteraadslid. En pas in 1970 hebben ze uiteindelijk de garages voor de politie eraan gemaakt en dan is het een compleet politiebureau geworden. Tot in 2008, waar het werd, toen dat ze verplaatsten naar het nieuwe gebouw. We hebben nu weer gezien over de geschiedenis van de politie door Liam. En we gaan nu een interview zien met een echte politieagent en de meningen van meerdere mensen uit Schoten. Door Chelsea, Allen en Nicola. Een politieman interviewen die al meerdere jaren in dienst is en ons een beetje meer kan vertellen over het dagelijks leven van een politieagent. Dankjewel dat je aanwezig moet zijn en een interview wilt doen met ons. We zullen direct aan de slag gaan en de eerste vraag zeggen. Waarom wou je eigenlijk agent worden? Dat is ook een van de vragen die ze u stellen als je een ingangsexamen doet. En voor mij was het vooral om mensen te helpen. Ja. Dat was mijn hoofddoel. Mensen helpen, ja. En hoe reageert uw omgeving op dit beroep dat u uitoefent? Het is niet altijd gemakkelijk, zou ik denken dan? Maar meestal is dat positief. Ja? Meestal is dat positief. Ze weten ook, als je bij de politie zit, krijg je ook veel vragen van hen. Als ze ergens mee zitten, komen ze regelmatig wel eens bij u terecht. Dat is wel positief. Ja. En welke studies zijn er zoal vereist om die beroep uit te oefenen? Vroeger was het zo dat je een A2 niveau nodig had. Of het nu nog zo is, dat weet ik niet meer juist. Ze zijn daar veranderingen aan het aanbrengen. Het zou zelfs zo ver gaan dat de politiescholen worden afgeschaft. Oh, ja, en dat er, maar ja, dat zit dan allemaal nog in de beginfase. En dat het via een hogeschool zou gebeuren. Oh ja, dat is hoger dan nu. Ja. En hebt u een vaste partner waar u mee samenwerkt of verschilt dat van dag tot dag? Of? Nu, dat ligt er heel aan welke diensten dat je doet. Je hebt bij ons verschillende diensten, wegpolitie, luchtvaart, interventie. Als je interventie rijdt, heb je meestal elke dag een andere partner. Ja, en is het dan niet moeilijk om altijd met een andere partner, want je kent die niet altijd even. Nee, maar het is een kleine groep, hè. En je kent elkaar toch tamelijk goed. Ja. Er zijn ook diensten waar dat je met een grote groep zit en dat je dan soms met 8, 9 mensen samenwerkt. Oh, dat gebeurt ook. Ja, meestal kennen ze wel. Ja. Ja, en komen er veel meldingen binnen van inbraken of andere dingen? Waarvoor meldingen komt het meeste voor eigenlijk? Dat kan ik u niet zeggen, want wij zitten op de afdeling wegpolitie. Ja. Wat wil dat zeggen? Autosnelwegen. Ja. Maar ik weet wel van de lokale politiezones dat er heel veel meldingen binnenkomen. Partnergeweld, inbraken, verkeersongevallen, daar rijden zij ook naartoe als dat op de secundaire wegen is. En bij jullie zat dan vaak te snelrijden en Snelheid, ongevallen op autosnelwegen en vrachtvervoer. Ja. Dat is de hoofdzaak. Je bent dan politie van de van het verkeer eigenlijk, van de snelweg. Ja. Komt het veel voor dat de jeugd eigenlijk achter het stuur zit? Of vooral gewone werkende mensen? Of? Meestal is het woon-werkverkeer. Ja. En wat wij tegenwoordig veel meemaken is dat veel vrouwen zijn die aardrijden met
serieuze plagers. Ja? Ja, bedrijfsplagers. Oh, ja. Ja. En veel valse meldingen die binnenkomen, of valt dat wel mee? Bij ons valt dat mee. Nee, nu, voor de lokale politie gebeurt dat wel meer. Vaker, ja. Ja. Vooral jongere mensen wat proberen? Of nee, niet alleen gewoon... jongere mensen. Ja? Mensen die gewoon bellen om te vragen wat het nummer is van de lotto. Ja? Of de lottocijfers vragen. Of van die dingen. Ja, echt wel. Ja. Ja. En nu de belangrijkste vraag eigenlijk. Is de politie, zoals wij ze kennen hier, hetzelfde als in de series dat wij bekijken als wij thuis zitten in de zetel, zo heel spannend en bemoedigend en zo? Of is dat echt helemaal anders dan de echte wereld? Want dat is eigenlijk onze grootste vraag die wij hebben. Als je nu naar Luca Lo bij de wegpolitie kijkt, ja. Dat is echt de realiteit. Kijk je nu naar de buurtpolitie? Ja. Ik kijk daar niet naar, want ik zie daar veel te veel fouten in. Maar dat is wel gebaseerd op waar gebeurde feiten, maar dat is allemaal geacteerd. En zoals de Amerikaanse serie? Zo... Dat is wel een klein beetje overroepen nog. Ja? Ja, ja. Veel of? Er zijn dingen die wel kloppen, maar het gebeurt allemaal zo rap niet. Like DNA-onderzoek, daar hebben ze dat de dag daarna, maar dat zijn dingen die niet kunnen. Nee. Dat was vooral de zaken die we wou bespreken, want het ging over het dagelijkse leven van de politie. Dankjewel. Graag gedaan. Onze groep heeft een eigen mening over de politie in het algemeen. Daarom hebben we besloten om de inwoners van Schoten ook eens te interviewen, om te horen wat zij ervan vinden en wat hun mening is. Denk dat je al in Schoten woont? Nu, bijna 18 jaar. En wat vind je van de politie in Schoten? Niet slecht, hè. We hebben hier zijn inbraak gehad. En dan waren we daar wel terug aan deze. Dat is in orde. Dankjewel voor de vraag. Wat is uw mening over de politie van het school, als ik het mag vragen? Ja, ik vind dat veel mensen de taak van de politie niet serieus nemen. En dat, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat ze eigenlijk wel, dat dat wel een harde job is en dat is nooit stilstaan. Ja, bijvoorbeeld, die hebben dan, ja, mensen nemen dat gewoon niet serieus. Hè. Dan bellen die voor de stomste dinges. En dan komen ze dan eens. En dan is dat bijvoorbeeld een poetsvrouw die op een verkeerd knopje heeft gedrukt. Maar nee, allee, dat is dan 9 van de 10 gevallen zo. Maar die ene keer dat er dan echt iets gebeurt, ja, moeten ze er wel zijn natuurlijk. Hè. Die dinges. En ja, dat is ook moeilijk om politieagent te worden natuurlijk. Hè. En geen negatieve mening? Ja, je kunt natuurlijk wel zeggen dat... Sommige mensen zijn racisten, maar dat is ja, van zo'n dingetje, maar ik vind het niet echt. Dankjewel voor je tijd. Dank je dat je voor ons tijd zou maken. Dat is heel graag gedaan. Zou je mij kunnen zeggen hoe lang je in Schoten woont? Ik woon ongeveer een 63 jaartjes in Schoten. Amai, dat is wel lang. Heel lang. En wat vindt u van de politie in Schoten? Wel, vroeger waren die veel gemoedelijker, wel, omdat er mensen elkaar kinderen. Nu zijn die afstandelijker, korter. En ik heb een korter. Ja. En als u ze optelt, hoe reageren ze dan? Nou, de politie opgebeld, maar ook daar de ambulance natuurlijk. En ja, die waren veel later dan de ziekenwagen. De politie. En de politie is hier achter de hoek? Ja, die waren toen al achter de hoek, denk ik. Ja. 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 Amai, dat is wel erg. Ja. En het waren dan jonge agentjes, die namen geen initiatief of iets, die stonden erop te kijken. Ja, dat is ook niet de bedoeling normaal. Dank u voor uw mening te laten en voor dat te maken, zoals ik al zei. Dat is heel graag gedaan. Het einde van onze documentaire. We hebben veel bijgeleerd over de geschiedenis van de politie, over de meningen, verschillende meningen van vele mensen en een interview van een politieagent. En we hebben hier heel veel over bijgeleerd en ook dat de politie niet altijd jouw vriend is, volgens sommige mensen. We hopen dat u veel hebt bijgeleerd en zo hebben wij ook.